Oké, goeiedag. Zijn we weer bij Gemert Bakel in beweging. Ik ben er weer samen met mijn collega Tijn die de oefeningen zittend gaat doen. Ik ga ze staan voordoen. Doe dus gezellig mee. Alles kan op jouw eigen tempo. Dus word te zwaar. Doe het eventjes rustig aan. Dat is geen probleem. Als het te makkelijk is, dan kan je ook gewichtjes pakken voor de oefeningen. Die zullen vandaag niet zo hard nodig zijn, maar met andere afleveringen zijn die wel wat vaker nodig. Dus we gaan vandaag lekker beginnen. Mag vooral geen pijn doen, de oefeningen. Dus nogmaals, doe op je eigen niveau mee. We beginnen eventjes als volgt. We gaan eventjes de armen bij onze borst doen. En dan draaien we eventjes van links naar rechts. De voeten proberen zoveel mogelijk te laten staan. Heel goed. Heel goed. Oké. Lekker, goed bezig. Pak onze rechterarm. Gaan we eventjes rondjes meedraaien. Weer een halve rondjes op. Oké. En weer terug. Niet helemaal doordraaien. Gewoon lekker op en neer. Oké. Naar boven en terug. Op. Bovenaan tikken en daar weer terug. Goed. En de laatste ronde. Oké, netjes. Doe hetzelfde, maar dan naar links. Tot boven en terug. Netjes. Zo is het lekker los. Pak eens even samen, tegelijk, tot hier. En lekker op en neer zwaaien. Nu hoeven ze niet zo hoog als hiervoor. Zo lekker op en neer zwaaien. Heel goed. Nu hetzelfde, maar nu doen we dat hierboven. Even zwaaien. Is iets zwaarder, zul je ook merken. Doe hem niet zo lang. 3, 2, 1. Oké, netjes. Schiet alles lekker los. Heel goed. Gaan we eventjes met onze arm over ons heen. Houden we 3 seconden vast. Daarna gaan we de andere kant op. Goed zo. En de andere kant. En de andere kant op. Heel goed. Laatste keer links en de laatste keer rechts. Oké, goed zo. Voor de volgende oefening mag je de stoel of de tafel eventjes vasthouden. Gaan we gewoon eventjes met het been van voor naar achter zwaaien. Er moet geen spanning op zitten, gewoon lekker alles rustig los zwaaien. Heel goed. 3, 2, netjes. Duw ook even de andere been. Gaan we. Oké, 3, 2, 1. Netjes. Gaan we ons been, kunnen we het linkerbeen weer zwaaien, maar dan voor ons. Dat is iets lastiger. Zo, houd het vol. Oké, pakken we ons rechterbeen nog eventjes mee zwaaien. Goed, lekker los zwaaien. 3, 2, 1. Heel goed. Gaan we de schouders nog eventjes naar achter doen. En daarna duwen we ze naar voren. Dus naar achter die schouders. En naar voren. Dus
meteen de laatste oefening van de warming-up. Heel goed. En de laatste keer naar achter en de laatste keer naar voren. Okay. Netjes. Dit was de warming-up. Die gaan we door. Zometeen door met de keren. Oké, okay, goeiedag, zijn we weer met de kern. We beginnen lekker met stappen. Maak je eigen tempo, lekker stappen op de plaats. Hoe sterk is de eenzame fietser die krom gebogen? Een beetje van de muziek. Pak een slokje water tussendoor. En lekker bewegen vandaag. Oké, okay, we stappen lekker door, maar we doen onze knieën een beetje omhoog. Dus komt ie. Probeer lekker door te stappen. Heel goed. Doe het op je eigen tempo. Heel goed. Oké, en weer normaal stappen. Heel goed. Daar heb ik hetzelfde, maar nu doen we de hak naar de bil toe als we stappen. Rechts, dan naar links. Rechts, links. Heel goed. Heel goed. 3, 2, 1. Heel goed. Oké, netjes. Schud dat lekker los. Heel goed. Gaan we op ons linkerbeen staan en doen we de zijpas stik, maar dat doen we alleen op hetzelfde been. Dus je gaat steeds terug. Heel goed. En terug. Netjes. Goed. 3. En 2. En de laatste. Oké, netjes. Schud even los. Doen we natuurlijk hetzelfde, maar nu aan de andere kant. Dus de zijkant. Dus. Goed. Dat. Lekker opzij zetten. Heel goed. 3, 2, 1. Oké, schuif alles lekker los. Nu doen we hetzelfde. Maar nu zetten we het been ietsjes verder weg. Dus probeer zo ver mogelijk weg te zetten. Probeer wel in balans te blijven. Als je stoel nodig hebt om vast te houden, is dat niet erg. Dus probeer zo ver mogelijk weg te zetten en terug. Steeds hetzelfde been. Heel goed. Hier zal je ook wel voelen. Weer in balans te blijven. Heel goed. 3, 2. En de laatste. Heel goed. Schuif lekker los. Probeer zo ver mogelijk als u kunt te gaan. Hè? Maar ik wil de andere kant natuurlijk. Heel goed. Drie. Twee. Eén. Oké, netjes. Goed gedaan. Heel goed. Nu zetten we ons, we gaan met de benen gaan we verder. Nu zetten we pak naar voren. Meteen achter. Op. Gewoon heel ontspannen. Goed zo. Drie. Twee. En de laatste keer. Okay. Netjes. Andere kant natuurlijk. Hak. Twee. Netjes. Drie, twee, één. Netjes. Nu hetzelfde verhaal als net. Nu doen we dezelfde oefening. Maar dan zetten we de voet een beetje verder naar voren en een beetje verder naar. Dus ik kan me voorstellen dat u hier een stoel voor nodig heeft. Want hier heb je wel wat balans voor nodig. Dus probeer zo ver mogelijk naar voren te zetten. En zo ver mogelijk naar achter. Probeer
weer op het eerste been, waar we het eerste mee deden. Heel goed. Dan voel je ook dat hij meteen wat zwaarder is. 3, 2, en 1. Oké, schud even los. Heel goed. Pakken we de andere kant. Ik zet de stoel eventjes de andere kant op. Heel goed, gaan we. En 3, 2, 1. Oké, heel goed. Goed bezig, goed bezig. Oké, netjes. Schud even lekker beentje los. Dan gaan we nog eventjes proberen zo ver mogelijk met de hand. Probeer de grond aan te raken, probeer in ieder geval zo ver mogelijk te komen. Je mag met de knieën buigen, dus probeer aan te raken en terug. Aan te raken en terug. Goed zo. Probeer wel naar voren te blijven kijken en in balans te blijven. 3, 2, 1. Oké, netjes. Schuif lekker los. Heel goed. Pak we de stoel erbij. Zorg dat je die hebt. Pak die eventjes snel. Heel goed. En probeer ondertussen te luisteren. We gaan squats doen. Dus we gaan op de stoel heel kort zitten. Dus probeer hem heel kort aan te raken. Eigenlijk niet zitten. En dan komen we weer omhoog. De stoel ziet er een beetje anders uit. Dus komt ie. Dus ik ga tik hem heel kort aan. Heel goed. Dus probeer geen rustpauze te pakken op de stoel. Gewoon kort aantikken. Heel goed. Heel goed. 3. 2. En de laatste. Oké, netjes. Heel goed. Neem even pauze op je stoel. Hebben we wel even verdiend. Schud even alles lekker los. Heel goed. Dus plaats je de handen aan de zijkant van de stoel. Benen een beetje gestrekt. En probeer je uit te strekken. Dus op de armen te leunen. 3, 2, 1. En ga maar even zitten. Soms is dat lastig. Dan raak je nog een beetje de stoel aan. Dat is geen probleem. Je moet in de armen voelen. Doen we nog een keertje. Ja. Oké, doen we nou nog een keertje. Armen los. En de laatste keer gaan we. Hou dit vol. 3, 2, 1. Oké, netjes. Goed bezig. Zet de stoel weer even in de kant. Pak even een slokje water tussendoor. Dat is geen probleem. We hebben nog 3 oefeningen. Schud dat alles lekker los. Heel belangrijk. Dan gaan we even wiebelen van de ene naar de andere kant. Dus we gaan eerst op ons rechterbeen. En daarna op ons linkerbeen. Wij vaak 3 seconden ongeveer op staan. Op het ene been. En dan naar het andere been. Heel goed. 3. 2. En de laatste. Netjes. Heel goed. Nu hetzelfde verhaal. En je zet een voet naar voren toe. Dan gaan we naar voren. 3 seconden naar achter. 3 seconden. Blijf in balans. Heel goed. Drie. Twee. En de laatste. Oké, netjes. Kom bij de laatste oefening al aan. Probeer de armen te strekken in de lucht. Goed zo. Handen in elkaar. Beentjes ook wat verder uit elkaar. En dan gaan we even naar links leunen. En daarna naar rechts. Heel goed. Nog 1 keer naar links. En daarna nog 1 keer naar rechts. Oké, netjes. Dan zit de kern erop voor vandaag. Die gaan we zo meteen nog even de cooling down doen.
Yes, goeiedag. Zijn we aangekomen bij de cooling down. Dus lekker even alles ontspannen. Heel goed. Gaan we eerst even met de polsen draaien. Lekker ontspannen. Geen pijn doen. Of andere kant op draaien. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Doen we dan even de ellebogen naar buiten. Dan gaan we eventjes naar achter leunen en naar voren. Weer naar achter leunen. Heel goed. Laatste keer naar achter. Heel goed. Netjes. Gaan we eventjes met de nek eventjes naar links toe kijken. Even naar rechts toe. Omhoog. En omlaag. Doen we nog precies hetzelfde keertje. Oké, netjes. Goed bezig. Gaan we eventjes de schouders los draaien. Draai ze even lekker los. Heel goed. Zo, andere kant op draaien. Oké, goed zo. Pak even de heupen vast. Benen een beetje verder uit elkaar. Dan gaan we lekker ronddraaien met die heupen. Goed, lekker ronddraaien. Ontspan, geen pijn doen. Netjes, heel goed. Zetten we één been naar voren. Gaan we even op de voorste been leunen. Voel je het in de kuiten. Andere been. Heel goed. Als afsluiter gaan we ze even heel lang maken en daarna ademen we in. En als daarna ademen we lekker uit. Dus gaan we inademen en blaas uit als je omlaag gaat. Heel goed. En blaas uit. Nog drie keer. En blaas uit. De laatste keer. En dan zit het erop voor vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar Chemo Bakenbeweging. En tot de volgende keer.